Wij staan hier vandaag voor u als advocaten van deze 6000 bomen van het Amstelpark. Als pleitbezorgers voor de rechten van deze bomen. Veel van de bomen hier in het Amstelpark waren tijdens het planten in 1972 nog piepjong. Welke jeugd hebben wij ze dan gegeven, die eerste 50 jaar dat ze hier stonden? De artistieke representant van de bladen. En natuurlijk ben ik klaar om te vechten. Voor mijn bestaan. Maar bij de meeste gevechten vecht ik tegen mijn eigen tranen. Tegen een giftige grond. Tegen een gebrek aan water. Je roots moet je beschermen. Wij vragen u om de rechten van deze bomen te erkennen. De eis aan uw college is daarom vandaag om te verklaren voor recht dat de bomen in het Amstelpark rechten hebben. Het onderwerp van de zaak die voor ligt is niet alleen het ecosysteem van dit park, maar ook het ecosysteem van onze democratie. Net als dit park is de democratie constant in ontwikkeling.